Goedendag, ik ben Zoe, dit is Bart en Suus. In de aankomende video gaan wij u alles uitleggen wat voor een box we samen hebben gesteld voor het moeder-zoon diner. Hallo, hier vanuit Sociëteit. Zoals Zoe de Suus al vertelde, hebben wij een box samengesteld. Deze box is speciaal samengesteld voor het moeder-zoon diner. We hebben geprobeerd ook de box zo samen te stellen dat er een keuze is tussen gerechten voor de moeder en gerechten voor de zoon. Deze keuzes kunt u terugvinden in het formulier. Deze box is uiteraard weer heel verzorgd, zoals u van ons gewend bent. Ik zal de box even uitpakken, zodat u kunt zien wat u kunt verwachten. Voor beide apparatieven hebben we een aantal componenten. Dat zijn wat gezouten koekjes, wat bouchées, gevuld met ham en kaas. We hebben wat blinis met gerookte zalm. Daarbij wat crème fraîche, wat 5 sterren bietloop, frisse passion fruit thee met een tomatensalsa, pochetta met een beetje parmaham, daarbij wat verse vijgen en een beetje compot van vijgen. En nog wat huisgenomen nootjes en een mixje van olijfjes en zorgdeelte tomaatjes. Dan gaan we vanaf het aperitief gaan we gelijk door naar het hoofdgerecht. Het aperitief hadden we speciaal bedacht voor tijdens de quiz. Vandaar dat wij de stap overslaan van het voorgerecht maar gelijk naar het hoofdgerecht. Bij het hoofdgerecht hebben we ook 2 keuzes gemaakt, wat ik net al vertelde. En dat is een keuze tussen een stukje vis voor de moeder, in dit geval kabeljauw. En een stukje vlees voor de zoon, de bekende Black Angus steak. Bij de kabeljauw zit een citrus purplan en bij de steak zit een Port Stilton saus die ook wel bekend is van de sociëteit. Bij allebei de gerechten hebben we wat chipjes als garnituur als laatste afmaak voor het gerechtje. Dan hebben we ook 2 dessertjes. Voor de zoon hebben we een chocoladetaartje met wat Oreo. En een klein beetje crème glace. Dan hebben we voor de moeder hebben we, een klein cheesecake-achtig taartje. Met wat rood fruit. Frambozengel. Witte krokant chocolade en wat merengue. U kunt bij deze box kunt u ook weer kiezen uit een rode en een witte wijn. Als u daarvoor in aanmerking wil komen, kunt u dat in het formulier terugvinden. Dit is het geel. Voor het warm van uw hoofdgerecht zet u de oven op hete lucht 125 graden. We doen de borden voor 25 minuten in de oven. Deze kunnen gewoon op elkaar en in de oven tot een temperatuur van 130 graden. Zo, Suzanne heeft net de gerechten in de oven warm gezet. Ik ga u even uitleggen hoe we de saus warm gaan maken. Ik heb hier een pannetje met kokend water en daar ga ik zakjes saus in hangen. Let op. Het hoekje houdt het zo heet. Ik laat het erin zakken, pas natuurlijk op. Kokend water, erg heet. En je vouwt het hoekje over het randje van de pan. Ik heb hier een wasknijpertje en daar zet ik hem even mee vast. Goed, we hebben nog een sausje, want we hebben een vis en een vleesgerechtje. Daar doe ik het precies zelf mee. En met diezelfde wasknijper zet ik hem even vast. Zodra het water kookt, zet u het gewoon laag. En dan is zo meteen uw saus lekker warm. De oven is inmiddels afgegaan. De gerechten hebben inmiddels 25 minuten in de oven gestaan op 125 graden hete lucht. Dat zal betekenen dat vooral uw steak ongeveer medium tot medium rare gebraden zal zijn.
Mocht het niet helemaal naar wens zijn, te ver of te rauw naar uw smaak, dan kunt u of de tijd verkorten of eventueel de tijd verlengen om het bordje wat langer in de oven te laten staan, waardoor de garing ook wat hoger zal worden. Dan verwijdert u de deksels. Let daar wel op dat een beetje stoom uit het bord kan komen, zodat u zich niet verbrandt. De sausen zijn zojuist van het vuur afgehaald. Die zijn nu lekker warm geworden in het pannetje. Het sausje schud ik weer eventjes heel licht om ervoor te zorgen dat als er eventueel scheiding heeft plaatsgevonden, het weer één massa wordt. U knipt het puntje ervan af. En schenkt de saus om het gerechtje heen. Dus in het geval van de kabeljauw de citrus beurblanc. Het is ruim voldoende, dus doe wat u wilt qua smaak. De portstilte saus. Doe er ook omheen. Wij hebben, zoals u kunt zien, een kleine prikker door het vlees gehaald. Om ervoor te zorgen dat het vlees tegen elkaar aan blijft liggen. Let er wel op dat u dat even uithaalt. Om het gerechtje af te maken heb je nog een chipje van truffelaardappel. En ook voorbij de steek. Als laatste handeling moet gewoon even af te garneren. Wat ik nog even wil laten zien is dat u kunt zien, hij heeft nu ongeveer 25 minuten in de oven gestaan. Dan zal de steek inderdaad, zoals u kunt zien, medium rare gebraden zijn. Dus nogmaals, mocht dit voor u te rauw zijn, kunt u altijd nog even terugplaatsen. Maar begin vooral met die 25 minuten. Dan is dit het eindresultaat. De kabeljauw. En nogmaals, de steek. En om het een beetje te verfraaien, kunt u uiteraard weer zelf een onderbord pakken. Om het een klein beetje uitstraling te geven. Kijk, twins. Zo, we gaan even samen het dessert afmaken. We hebben hier een taartje van wit chocola. Ik heb gekozen voor dit bordje, maar dat zit er natuurlijk niet bij, dus u moet het zelf thuis even zelf kiezen. We hebben hier een beetje frambozencoulis. Daar knip ik even het topje vanaf. Er zit ruim voldoende in zijn spuitzakje. Maar frambozen is natuurlijk een sterk aanwezige smaak. Dus doe daar niet te veel op. Je kunt natuurlijk altijd later nog wat toevoegen. Op de frambozen zelf. En nog wat. Nou, mijn bessen. Een beetje marengue. Wat witte chocoladepareltjes. En dan nog wat gedroogde frambozen. En als laatste een beetje atsinaakresel. Eens. Yes. Zo, voor degene die de pure chocolade heeft gekozen,
gaan we de taart even opbouwen. Ik knip het spuiszakje even open. Dat is met een basiliecreme met whisky en een beetje honing erin. Spuit er mooie hoge dotjes van. En dan wat gekrunste Oreo koekjes. Steek er een beetje in. Witte chocoladeballetjes. En als laatste doen we wat takjes, wat sinaasappels. Het is er.